Hoi. Hallo. Heb je er een beetje zin in vandaag? Ja, ik heb er wel zin in vandaag. Je bent kandidaat, zie ik. Ja. Flying Dutchman. Hoe kom je op die naam? Ja, dat is een lang verhaal. Ik heb tijd. Het is altijd mijn bijnaam geweest toen ik in Italië woonde. Er was altijd vliegen in Hollander dit. Toen dacht ik, ja, waarom maak ik er niet gewoon mijn artiestennaam van? Dus net zo makkelijk. Ben je een beetje zenuwachtig? Want je lijkt heel relaxed. Ja, valt eigenlijk wel mee. Ga je murderen? Ja, ik ga die fictieve personage nog fictiever maken dan die was. En wie heb je gekozen? Gewelddadige straatjongen. Ben je zelf ook een beetje gewelddadige straatjongen? Nee, absoluut niet, juist niet. Vroeger ook niet? Nee, valt mee. Veel succes vandaag, hè? Ja, dankjewel, gaat vast goed komen. Welkom bij POB Next Gen. Hallo. Stel jezelf voor. Ja, ik ben Flying Dutchman uit Hoogeveen. Nog een keer, ik kon niet goed verstaan, sorry. Wat zei je nou? Ik heet Flying Dutchman, ik kom uit Hoogeveen. Aha. Ik ben 22 jaar en ik ga tegen een gewelddadige straatjongen rappen. Oké, dan heb je al mijn vragen in één keer beantwoord, jongen. Heb je wat tegen gewelddadige straatjongens of zo? Nou, ik vind ze grappig. Je vindt ze grappig? Ja. Nou, dan ga je nu lachen, want er staat eentje naast je. Ja? Beter. Oké dan. Je hebt 1 minuut de tijd. Hey, het podium is voor jou. Wanneer jij er klaar voor bent, let's go. Oké, nou, vandaag bij POB. Daar had ik eigenlijk gehoopt dat er een echte gewelddadige straatjongen aanwezig was. Maar helaas, ik kreeg deze fictiegast. Die waarschijnlijk voor elke vlieg die hij gekild heeft, doet hij nog aan een herdenkingsdag. Maar toch ben ik hem bang, zoals kom ik hem echt op straat tegen. Maar niet zozeer dat hij me van de kaart kon vegen door mijn nek te breken of me neer te steken. Maar eerder dat ik om genade moet smeken om zijn dikke oma te helpen oversteken. Sorry. Dat is Ike for sure. Hey, ga door, let's go. Deze jongen wil graag boos en agressief overkomen. Wauw. Deze jongen wil graag boos en agressief overkomen, terwijl 9 van de 10 keer zijn lieve kant gewoon stiekem naar boven wil lopen. Neemt zijn gedrag totaal over en wanneer hij dan zogenaamd bodies verbrandt, komt hij aanzetten met warme koekjes uit de oven. Warme koekjes uit de oven. Ik ben mijn tekst even kwijt, sorry. Goh, joh. Ik choke hem. Hey, hey, klaar? Herpak je jezelf of ben je klaar? Hebt nu 1 kans om het te herpakken en het af te maken of een kapper mee. Wat doe je? Nou, ik probeer het nog 1 keer. Oké, nu. Oké. Overkomen. Oké. Nee, ik heb echt een blackout. Het is waarschijnlijk de nervositeit of zo, ik weet het niet. Sorry, joh. Is niet erg. Kan gebeuren. Ik ben gewoon eerlijk. Okay. Ben gewoon eerlijk. Ik heb kan geprobeerd. Gebeuren. Het is mijn eerste keer. Stap voor het doe even een stap naar voren nog, man. Doe een dansje voor me. Ja, niet gratis, hè? Wat zei je? Niet gratis. Wacht. Ja, dat is beter. Tim. Volgens mij ben je een volop grappige gast. Ik weet niet, je bent wel entertainend hoe je erbij staat. Je komt grappig over. Alleen, ja, je bars waren nog niet op een level om door te gaan en je raakte je tekst kwijt. Ja. Dus wat dat betreft. Niks ten nadele van waar je vandaan komt, maar het is heel moeilijk je te verstaan. Want het lijkt net of je maar 1 klinker hebt in hoe je praat. Ja, okay. Ja, het klinkt altijd. Ja, en dat is zeg maar, het is gewoon een dialect, dat weet ik. En daar is helemaal niks mis mee. Maar het is best wel. Accent. Ja, het is je accent. Maar het is moeilijk te volgen. Ja, ja, ja. Dus dan, als je dat hebt. Probeer dan in ieder geval het tempo aan te passen en je articulatie, zodat het wel door iedereen te volgen is. Want het is niet erg dat je een accent hebt, daar kom je gewoon vandaan. Maar besef het wel en maak er wel gebruik van op een manier dat iedereen het kan verstaan. Ja, ik ben het daarmee eens. Dus inderdaad, je accent valt natuurlijk op. Maar daar is ook niks mis mee, want ik vind dat je er aan de andere kant ook wel leuk gebruik van maakt. Weet je, het hoort ook wel een beetje bij hoe je qua presence staat, komt het grappig over. Qua bars, ja, dat moet echt beter. Ik had misschien nog, als je een minuut volgespit, had ik je waarschijnlijk in de twijfelgeval gezet. Omdat je wel een bepaald charisma hebt, wat wel leuk is. Weet je wel, ook verfrissend, vind ik. Alleen, ja, ik moet je echt op basis van die minuut beoordelen. En dat is echt niet voldoende, dus het wordt helaas een nee. Snap ik. Ja. Ja, Tim, het was een nee, toch? Geen nee, René. Nee, 2 nee, 3 keer nee. Helaas, bedankt voor het komen. Ja, wat later. Leuk. Dank je. Flying Dutchman? Nee, bro. Je was niet zo flying in de voorronde. Nee, viel zwaar tegen. Wat ging er mis?
Nou, ik heb mijn tekst vanochtend op de trein geschreven. En toen ik hier was, heb ik dat even geleerd. En nou, toen was ik het gewoon kwijt. Een beetje ook wel, een beetje nerveus wel. Oké. Okay. De eerste keer. Okay. Plus, nou ja. Maar hoe lang van tevoren wist je dat je vandaag auditie had? Ja, een hele lange tijd geleden wel. Je gaat vandaag in de trein, ga je je sorry ja, dat ik lach of zo hoor, maar... Nee, maar stil, lach maar uit. Ik lach zelf ook dus. Wat vond je van de commentaar die je kreeg van de jury? Want op zich, in het begin, je begon wel, zeg maar, er kwam wel iets. Het is niet alsof er helemaal niks kwam. Nee, nee, nee. Ik heb ongeveer wel een kwart van mijn tekst of zo gespit, denk ik wel. Maar ja, commentaar van de jury, daar heb ik wel wat aan. Mijn accent en zo, dat beter uitspreken, dat zijn allemaal dingen waar ik gewoon aan kan verbeteren en zo. Dus ja, ben ik dankbaar voor. Okay. Heb je nu zoiets van, I ain't fucking with battle no more? Of heb je zoiets van, volgend jaar kom ik terug en dan... Volgend jaar sta ik er gewoon weer als er is, dus kom maar goed. En wat ga je dan anders doen? Eerder voorbereiden. Niet in de trein je tekst schrijven, ja toch? Oké, okay, is goed. Maar nou, ik hoop je volgend jaar weer terug te zien. En ja, let's get it, man. Thanks.